hoop leuke winkels zitten er hier in winkelcentrum Boven het IJ. We zijn bij Jan Steenman volgens mij binnen. En we gaan even naar de kassa toe. Sorry dat ik u even overval. Ja, nee, ja, u schrikte van hallo. U wilde wat kopen? Alleen een buskaart. Alleen, wat kost zo'n buskaart tegenwoordig? €2,90. €2,90. En u heeft hem al gekocht? Ja. En heeft ook al afgerekend? Ja hoor. Ik wilde namelijk heel graag voor u afrekenen. Maar ik vind €2,90 vind ik echt een beetje dat ik denk, nou een bedrag. Twee keer? €2,90. Dat is zeg maar €5. Is er nou iets hier waarvan ik van, nou een lekker dropje? Of een lekkere Twix? Of een rolletje pepermunt? Misschien mijn zoon? Misschien je zoon. Die rent heel hard weg nu. Houdt u van snoepen? Laten we even kijken wat er hier allemaal ligt. Wat is dit voor dan? Nou, dit is nou van namens alle winkeliers hier uit winkelcentrum Boven het IJ. Heb ik namelijk de pinpas van het winkelcentrum. En ik mag gewoon voor mensen afrekenen. En ik vind 2 keer €2,90 vind ik leuk. Hè? Dat is leuk om af te rekenen. Maar ik gun u wel iets meer erbij. Het is een lekker zakje. Ik hou wel van tijdschriften. Nou, gaan we naar de tijdschriften. Wie houdt er niet van tijdschriften? En wat vindt u een leuk tijdschrift dan? Even kijken. Libellen. De Libellen. Kijk, ik heb hier een heel pakket. Dat is Libellen, Margriet, Flair, Viva en Story. Geweldig. Ja. Nou, dat hele pakket kost €10. Ga ik dat voor u afrekenen? Is dat goed? Ja, geweldig. Ja, dat dacht ik. Nou, ja. Deze mevrouw die houdt van lezen. En het wordt morgen hartstikke mooi weer. Dus lekker op het balkonnetje of in de tuin met al die blaadjes. Dat komt wel goed, toch? Ja, toch? Komt u wel eens vaker zo iemand tegen die zomaar voor u afrekent? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Wonen er zulke saaie mannen hier in Amsterdam? Ja. Ik ga de pinpas erin doen. En de pincode, moet ik even goed nadenken. En nu even, ja, het is geslaagd. U mag het zo meenemen. Wil ik alleen het bonnetje, vindt u nu erg, hè? Nee hoor, absoluut niet. Voor de administratie graag gedaan. Ja. En een hele fijne dag verder, hè? Bedankt, en veel leesplezier. Dankjewel en ik ga er gelijk achteraan naar de volgende winkel.